Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland, maar boven Limburg is er weinig bewolking aanwezig. En dat is dan ook de start van de dag, heel veel bewolking. Op sommige plaatsen valt er wat regen of motregen, maar in het zuiden en zuidoosten kan nog even de zon schijnen. De bewolking trekt van noord naar zuid, in het zuiden wordt het dus ook bewolkt, gaat ook wat regen of motregen vallen. In het noorden breekt geleidelijk de zon door. Temperaturen vanmiddag zo'n 17 à 18 graden. Bij een matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Vanavond overal zonnige periode, dan is het zo goed als droog. In de nacht kan er vooral in het oosten en zuidoosten weer een spatje vallen. Ook morgen overdag van in het zuidoosten veel bewolking en kans op een bui. In de rest van het land is het droog en schijnt geregeld de zon. Temperatuur gaan wel omhoog, morgen 18 tot 22 graden. Woensdag kan er overal een buitje vallen, maar het droge weer overheerst en ook dan wordt het 18 tot 22 graden. Donderdag zijn er weer wat meer wolkenvelden met lokaal een spatje motregen en ook vrijdag houden we het niet overal droog. Temperaturen vrijdag 18 graden. Ik ben Miguel Severin van weerplaza.nl.